Ja, dit vind ik ook een grappige. Daar had jij ook zoiets van, die moeten we echt gaan verkopen. Is een leuk ding. Prediction, oftewel voorspelling. Ik heb hier allemaal stukjes kaarten. Je mag ze schudden als je wil. Oké, je mag de stukjes gewoon allemaal zo neerleggen. Rijen van 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hij begrijpt het. Ja, nou. Kijk eens aan. Super netjes. Heel mooi. We maken er een beetje nog een zootje van. Zo kan ook nog. Gaan we wat dingen omdraaien of zoiets. Dat is ook altijd grappig. Dan krijg je een beetje een chaos, zeg maar. Dus willekeurig. Ja? Oké. Oké, nou zijn dit allemaal rijen. Vier rijen zo, vier rijen zo. Dit zijn de buitenste rijen. Ja. Vier rijen, deze. Jij mag een rij zelf kiezen als een boek omslaan op een andere rij. Dus het kan deze rij zijn, het kan die rij zijn, het kan die rij zijn of die rij. Jij kiest. Ja, deze rij. Doe maar. Dus gewoon omkippen. Ja, super. Ja. Goed. En nu hebben we vier nieuwe buitenste rijen. Ja, die waren er al. Deze, maar nu is dit ook een buitenste rij. Dus je mag ook die omkippen. Of die, dan doen we deze een keer. Kijk eens. Hoppakee. Top. Ja, hetzelfde verhaal. We hebben drie, een van die buitenste drie, vier rijen, sorry. Die, oké. Okay. Dan hebben we die rijen nog en die rijen, wat je wil. Oké. Okay. Ja, en nu nog iets zo. Fantastisch. Door al dit gedoe heb ik geen idee meer hoe de kaarten liggen qua volgorde, maar ik weet ook niet meer welke boven en beneden liggen. Dat is altijd een verrassing. Kijk even wat er naar beneden ligt. Dat is 1, 2... 3, 4 stukjes. Oké. Okay. De vraag is natuurlijk, welke vier zijn dit? Dat is een klaveren. Dat is een klaveren 4. Dat zou ook kunnen matchen. Het is ook een klaveren 4. Dat is wel toevallig voor. Oh. Dat wist ik. Want. Hierin zit 1 klaveren 4. Hoe dan? Hoe? Hoe? Ja, hoe dan? Ja, je doet... Oh nee, en dan zeggen mensen, ja, super makkelijk. Dat komt gewoon altijd uit. Dus, omdat wij schud ze nog een keer. Wat idee, schud ze nog een keer. Mensen denken dat het vanzelf gaat of zo. Dat is natuurlijk niet zo. En voor het idee, net was het gewoon klaar voor 4. Zo. Ja? Oké, okay. Oh, je mag ook weer rijen maken, sorry. Sorry, mag ik even rijen maken. Dus de toeschouwer schudt, de toeschouwer legt neer. Hij bepaalt eigenlijk alles zelf. Dat is eigenlijk het idee. Maar ik hoor graag, mag er een truc eigenlijk gehad om één keer doen? Ja, maar ik laat even zien dat mensen dat dit niet zeg maar automatisch werkt of zo. Dat het niet iets is wat altijd uitkomt of zo. Dat zou natuurlijk te makkelijk zijn voor goochelaars als ons, hè. Oké, nu hebben we weer hetzelfde verhaal. De buitenste rijen, ga je gang. Ja. Dus dit mag ook, hè? Dat mag ook, ja. Het is alles wat de buitenste rij is, mag je gewoon omkukkelen op de rij langs. Kan dat niet? Ja. Oké, okay, super. En ook nu liggen er weer kaartjes beeld omlaag. 1, het is altijd mooi, zou wel 4 zijn, zou wel mooi zijn. Oh jee, oh, 2... 3, 4. Dat wist je natuurlijk al, kijk. 4, 3. Klaar voor 4. Ja, maar die zit er niet bij. Daar moet je het truc maar één keer doen, hè. Oh. Dat zou wel mooi zijn. Oh. Volgens mij klopt er iets niet in, hè. Maar ja, dan moet je hem altijd maar één keer doen, hè? Ja, kansloos. Oké, okay, dus inderdaad, truc nooit herhalen. Of een backup hebben. Of een goede goochelaar zijn. Ja, backup hebben kan ook. Dan heb je gewoon... nog een voorspelling. Mooi. Ja, double coincidence. Eigenlijk gebaseerd op een idee van Aldo Colombini. Ja, ja. En ja, super grappig. Je kan natuurlijk alleen maar één voorspelling gebruiken. Of je doet aan de ene tafel deze voorspelling. En als je tafelgoochelen doet, aan de andere tafel gebruik je deze voorspelling. Of allebei. Ik vind het wel grappig als je het allebei doet. Ja, ja. Ja, geen speciale kaarten. Het is super simpel. En betaalbaar. We hebben niet meer gedaan
dan wat er gebeurt. Zeg maar. Dat is geen de kaarten neerleggen, schudden, neerleggen, draaien. Echt super gemakkelijk. Zelfwerkend. 12,50. Kom met een Nederlandse instructie. Ja, Nederlandse video-instructie door Leon. Double coincidence heet het.